Hallo allemaal, op vrijdag 4 oktober 2024 wordt er mais gehakseld. De mais die ik een weekje eerder gekocht heb. De maisplaat ligt er mooi bij om weer nieuwe mais te ontvangen. Achteraan zit nog één stuk wat ik over heb van voorgaand jaar. En daar kan de nieuwe mais mooi tegenaan komen. En ik ga eerst naar het maisland om daar het hakselen van de mais te filmen, maar ik kom aan en de hakselaar zit gigantisch vast. Helemaal achterop dit maisperceel zat één lage natte hoek. Daar staat de mais ook een stuk minder. Het is eigenlijk gewoon kikkerland. Deze kikker die had het daar prima. Diepe sporen waren er al getrokken, maar ja, je moest nog één keer weer naar voren en toen ging het mis. En dan is de vraag, hoe krijg je dat weer los? Nou, er wordt een maiswagen afgekoppeld van de trekker. En dan de trekker erbij. Sjorbanden ertussen. En dan een poging wagen. Dit is poging 1. Nou, het lukt niet. Dus weer achteruit. En dan een poging om hem schuin weg te trekken. En zou dat lukken? Er komt wat beweging in en ja hoor. En met gang. Nou, dat viel mee, want er was al een tweede sleeptrekker onderweg. Die kan weer afgebeld worden. En zo kan er weer gehakseld worden. En ik rijd een stukje mee op de hakselaar. Ze pakken hier 3 rijen. En je zou zeggen, waarom niet de volle breedte? Maar dat komt omdat het land aan de voorkant breder is dan aan de achterkant. En dan komt er steeds een rij bij. We zitten inmiddels op 4 rijen en vooraan had hij de volle breedte. Ik had het maishakselen nog nooit eerder vanuit de hakselaar gefilmd. En nu zit ik op die hakselaar en ja, dan dan film ik natuurlijk meteen even. En dat ziet er toch wel mooi uit dat al die mais zo opgeslokt wordt door die maisbek. Nu gaan we de andere kant weer op en dan rijdt de trekker met maiswagen net langs de kant waar ik zit en kan ik dat filmen. Even later stap ik af. En ik wil natuurlijk ook filmen terwijl ik ernaast sta. Hier zijn ze vooraan op het perceel. Daar gaat het allemaal veel beter. Daar is de bodem veel beter. Daar staat veel betere mais. Het achterste stuk laten ze verder zitten. Vind ik ook helemaal prima, want daar had ik zelf persoonlijk ook minder belang bij die mais. Hier draaien ze richting naar voren een keer. Want dan hoeven ze straks niet met de volle vracht nog weer naar achteren voor de laatste strook. Want je ziet ook richting de weg rijden ze toch wel wat sporen. En daar komen ze weer aan. En dan hebben ze de achterste helft, de volle breedte, meegenomen. En vooraan moeten ze nog één keer opnieuw aanhalen. En daar is minder kans op dat ze vast komen te zitten. Je ziet al, daar blijft inmiddels één rijtje staan. En wat verder naar voren lijken het er 3 te zijn. Er is een mooie lucht bij. De zon schijnt. Dat is mooi. Dan krijg ik de mais ook mooi droog thuis geleverd. Ik koop het per ton. Ik betaal dus niet voor regenwater wat eraan vast blijft zitten. En al even later, dan worden de laatste 3 rijtjes gehakseld. En dat film ik nog. En dan ga ik weer richting de boerderij om daar te filmen hoe de bult gemaakt wordt. En dat komt in een andere vlog, want ik monteer deze video terwijl ze nog volop bezig zijn.
hier de laatste meters van dit perceel. En hier staat Haxela klaar voor het volgende perceel. Maar dat film ik dus niet meer. Bedankt voor het kijken en tot een volgende vlog.